In deze aflevering van Hardware Info TV, de iPad Mini en de iPad 4 Retina. Welkom bij Hardware Info TV. Apple introduceerde vorige week niet één, maar zelfs twee nieuwe iPads. De lang verwachte iPad Mini kwam op de markt, maar daarnaast kwam er ook met een nieuwe vierde generatie iPad. En laten we voor die vierde generatie iPad mee even beginnen. Want eigenlijk is het een iPad derde generatie met een paar kleine verbeteringen. Nou ja, een paar kleine verbeteringen. Ja, kijk, het meest zichtbare is natuurlijk die nieuwe aansluiting, die Lightning Connector. Ja. Die je niet verkeerd om in het apparaat kunt steken, is altijd goed. Ja. Maar de belangrijkste verandering van het apparaat is het nieuwe processor die erin zit. Er zit een Apple A6X processor in. Ja, en die is sneller. En er zit ook nog eens een keer krachtige grafische mogelijkheden in. Ja, Apple is lekker bezig met het op de markt brengen van nieuwe processors. Want in de iPhone 5 kwam ook al een nieuwe chip tegen, de A6. Ja. Dat was ik de eerste Apple chip met ARM-cores erin die ze grotendeels zelf ontwerpen hebben. De Swift-processorkernen, zoals ze die noemen. Exact. In die A6X zitten ook twee van die Swift-kernen, wel op een hogere klokfrequentie. Dus dual-core ARM op 1,4 GHz. Maar inderdaad, wat je zegt, de videokaart die erin zit, die is echt flink verbeterd. Ja, dat is een quad-core PowerVR 554. En dat is een aanmerkelijk snellere processor dan wat er voorheen in zat. Ja, ja. En dat past natuurlijk heel goed bij dat Retina-scherm. 2048 x 1536 pixels. Net zoals bij de iPad 3. Maar ja, zeker games en zo gaan hier echt gebruik van maken en ook echt profiteren. Ja, moet er wel eerlijk bij zeggen, als je een iPad 3 hebt, is er eigenlijk weinig dat geen reden om nu zo'n vierde generatie iPad te kopen. Kijk, nee. Van 1 naar 2 waren er echt hele duidelijke voordelen, van 2 naar 3 ook. En eigenlijk in alle generaties iPad is het verschil nu wel het kleinst. Ja, kijk, het is ook een beetje de vraag wat je wil natuurlijk. Kijk, als je nu misschien nu nog een iPad 1 hebt die je niet hebt kunnen upgraden naar iOS 6 en je wil toch weer naar het grote formaat toe, ik wil profiteren van het haarscherpe retina-scherm, ja, dan is het misschien interessant om die overstap te maken. Als je een iPad 2 hebt en je zegt van nou, ik vind hem eigenlijk een beetje te traag worden, maar dan is het misschien ook wel interessant om over te stappen. Hou er wel rekening mee dat, net zoals de iPad 3, dat de iPad 3 en 4 wel wat zwaarder zijn dan een iPad 2. Ja, nou, het grootste nieuws was natuurlijk dit kind hier, ja. De nieuwe iPad Mini. Daar gingen natuurlijk al onwijs lang gerucht over dat Apple bezig zou zijn met een kleinere en vooral ook goedkopere iPad. Nu is er eigenlijk heel, heel venijnig in de week van de Windows 8 introductie aangekondigd om ook nog wat Apple of wat tablet nieuws naar zichzelf toe te trekken. En het is, ja, je ziet het meteen, het is echt wel een ander product dan de bestaande iPads. Nou ja, ander product kan je qua buitenkant kan je dat wel zeggen. Want kijk, hij weegt 308 gram en dat is minder dan de helft dan van deze jongen. Nou, dat is toch wel een heel stuk lichter. Ja, ook een stuk dunner. Je merkt ook echt, als je hem in je handen houdt, dat het ook echt een ander soort apparaat is. Ja, hij is zelfs dunner dan de iPhone 5. Wat wel hetzelfde gebleven is bijvoorbeeld ook dat er op allebei zo'n FaceTime HD-camera in zit. Maar ja, kijk, als je hem ook zo in je handen houdt, ja, Het is een beetje, ja, net iets groter dan een pocketboek als je het in je handen houdt. Ja, het is een ontzettend mooie afwerking ook weer. Want ja, kijk, dat is toch eigenlijk wel een van de sterke punten van Apple. Ook natuurlijk weer zo'n Lightning Connector die erop zit. En dus een 7,9-inch scherm wat hierop zit. 1024x768 beeldpunten. Eigenlijk is het gewoon een iPad 2, maar dan kleiner. Want er zit ook zo'n A5 processor in. Ja, iPad 2 natuurlijk ook die 1024x768 resolutie. Ja, je zegt het al, dezelfde chip zit erin. Dus op de camera na is dit inderdaad gewoon een kleinere iPad 2. Ja. Maar voornamelijk ook gewoon een goedkoper exemplaar. Want dat is eigenlijk twee dingen die Apple in één keer wil bereiken. Een kleinere iPad op de markt brengen. Voor mensen die toch zeggen van ja, ik vind het apparaat te groot of te zwaar om altijd mee te nemen. Maar vooral ook eigenlijk een antwoord hebben op de vele, ja, goedkopere Android-tablets die, ja, op de markt zijn. Kijk, en je ziet ook wel dat het gewoon een heel ander apparaat is. Dus het is ook een beetje afhankelijk van wat wil je nou daadwerkelijk met je tablet gaan doen. Nou, je ziet, deze kost dan €329. De iPad 2 die is officieel nog steeds in het programma van Apple en kost dan €399. Ja, laten we in beide gevallen over de 16 gigabyte uitvoeren. Ja, en hier, deze, de iPad 4 eigenlijk, die is leverbaar vanaf €499. Dus daar zit wel een behoorlijk prijsverschil tussen. Ja. Nou kom je her en der die iPad 2 nog wel eens tegen in acties, waar je ongeveer in de prijscategorie komt van de iPad Mini. Ja. Maar het is wel heel erg de vraag van wat wil je nou precies met het apparaat gaan doen om te bepalen wat nou de optimale keuze is voor jezelf. Ja, laten we dat toch eens even voor hebben. Want een niet nader te noemen grote elektronica keten had inderdaad, of heeft misschien zelfs nog, die iPad 2 in de aanbieding voor €4 meer dan de officiële prijs van de iPad Mini. Dus dan kan ik eerlijk zeggen, de apparaten zijn even duur.
ja, je zou eigenlijk bijna zeggen van ja, als dit technisch toch ook gewoon een iPad 2 is, dan koop je, als je die iPad 2 koopt voor dat actietarief, koop je eigenlijk gewoon dezelfde tablet gewoon lekker wat groter en wat meer overzicht. Ja, en je, nou ja, goed, aan de andere kant heb je hier betere camera's erop zitten. En ik moet eerlijk zeggen, ja, 300 gram is wel heel erg weinig. Kijk, het is echt een superlicht apparaat. Kijk, als je dat gewoon overal mee naartoe neemt. Ik stel je voor, je wil echt altijd met dat ding op pad zijn. En je hebt bijvoorbeeld geen goede smartphone of je hebt een ander apparaat. Ik denk, ja, dan is dit een beetje zo'n brugproduct, waar je, net zoals zo'n Galaxy Note bijvoorbeeld. Aan de andere kant, ja, als je bijvoorbeeld weer gebruikt om veel te lezen. Dan is het ook weer een beetje afhankelijk van wat je leest. Want ja, bijvoorbeeld, we hebben hier nou even een A4-pagina uit ons tijdschrift erbij gepakt. Ik moet zeggen dat de lettertjes, die worden hier wel toch wel een beetje klein, eerlijk gezegd. Dus ja, ja. Als je weer veel leest, dan wil je toch eigenlijk misschien liever dat haarscherpe retina-scherm hebben van die duurdere iPad. Ja, want als we er even naar kijken, de verschillende gebruiksdoelen van een tablet, van voor welke dingen denk jij van, dat kun je zo'n kleine eigenlijk goed, voor welke dingen beter en groter? Nou, lezen hebben we gehad. Daar zeg je van eigenlijk vanwege, als je A4-pagina's op je tablet wil laten zien, is zo'n 10-inch of zo'n 9-inch scherm toch wel gewoon prettig. Maar ja, bij welke dingen zeg je van, is een kleine eigenlijk minstens net zo goed? Nou, ik denk dat internet er gewoon heel prettig is op zo'n apparaat. Dat werkt eigenlijk best wel goed. Ja. Als je de meeste apps, als je, zou je zeggen, je hebt van die afstandsbedieningachtige apps, zoals de Sonos-app, voor om van die draadloze audiosystemen te besturen. Nou, een beetje flipboarden bijvoorbeeld. Dat is zo'n RSS-aggregatie van websites. Nou, dat werkt hier ook best aardig op. Alleen ja, kijk, als je gewoon weer hele intensieve taken erop gaat doen, als je echt gaat foto bewerken en zo, ja, dan is dat ook wel weer heel erg fijn om op zo'n groter schermpje te doen. Ja, games hadden we natuurlijk ook even over. Ja, zou je zeggen van, voor games kun je beter zo'n iPad 3 of liever nog een iPad 4 hebben, want daar zit die hele krachtige chip in. Dat is ook een beetje de discussie die je natuurlijk altijd hebt met mensen die een nieuwe PC willen gaan kopen. Wat voor games ga je spelen? Kijk, ja, als het een beetje Angry Birds is, ja, weet je, dat is hartstikke leuk op zo'n apparaatje. Maar kijk, als ja, want het voordeel van iPad Mini is dat je hem eigenlijk ook nog zo met twee duimen kunt bedienen. Ja, dat is natuurlijk met een normale iPad bijna niet te doen. Ja, ik kan het nu even niet demonstreren, want mijn duim zit in het verband. Maar wat ze ook gedaan hebben, is dat als je nou een lang document hebt, dat je, zou maar zeggen, zo kunt scrollen, terwijl je hem gewoon zo vasthoudt. Dus dat, hij is zo slim om dat in de gaten te houden met je duim. Ja. Wat aan de andere kant, ja, als je zegt van, ik wil echt gewoon die race games, van die supercoole flight sims die er nu ook voor de iPad beginnen te komen. Ja, dan wil je misschien juist weer zo'n engene hebben met de meest krachtige graphics erop. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van wat je wil. Ja. Ben je juist weer veel op reis, ja, dan zeg je misschien van, ja, ik wil eigenlijk zo'n hele lichte hebben. Dus ja, het is heel erg persoonsgebonden wat het prettigste keuze is. Ja. Eén vergelijking moeten we uiteraard nog even maken. De iPad Mini met de Nexus 7 van Google en Asus. Dat is natuurlijk de 7-inch Android tablet op dit moment. In Nederland ligt die voor zo'n €249 in de winkel. In Amerika heb je zelfs nog goedkopere uitvoeringen met maar 8 gigabyte geheugen en ligt die zelfs voor minder dan $200 in de winkel. Dus dan is hij wel echt nog serieus goedkoper. En de versie in Nederland, dat is de €249 versie dus, die krijg je nu in plaats van de 16, krijg je daar 32 gigabyte mee geleverd. Ja. Dus dat maakt, kijk, die standaard iPad Mini heeft maar 16 gigabyte aan boord. Dus dat zou zeggen, als je puur naar de prijs kijkt, is dat natuurlijk een veel betere deal. Want dan praten we €80 minder, dubbele hoeveelheid geheugen, maar dan kom je toch eigenlijk weer een beetje terug op die eeuwige discussie, wil je iOS of wil je Android? Ja, je moet ook niet vergeten dat het scherm van de iPad Mini is een stuk groter, hè? Dat is een 7,9 inch, terwijl de Nexus 7 heeft een 7 inch scherm, dus dat is wel een behoorlijk verschil. Het is ook een andere verhouding, dit is nog 4:3, de Nexus 7 is natuurlijk 16:9. Kijk, en Apple geeft natuurlijk aan van, nou goed, er zit wat minder screen real estate op, dus je hebt wat minder dingetjes, je hebt wat meer dat je op een website van een website kunt zien op het moment dat je aan het surfen bent. Ja. Kijk, en aan de andere kant is natuurlijk ook wel dat er zijn wat meer apps die specifiek geschikt zijn gemaakt voor de iPad. Voor de Android Store, ja, dat blijven toch wat minder goede apps als je dat vergelijkt. Aan de andere kant, er is wel heel veel keuze. Je hebt meer vrijheid op een Nexus 7. Kort geleden heeft Google ook bekendgemaakt dat ze, zeg maar, met tablet en smartphone met elkaar, dat ze het getal van Apple gewoon voorbij zijn, dat ze meer apps hebben. Ja, maar ja, goed, kijk, het is natuurlijk altijd, zou ik zeggen, meer of beter. Dat is natuurlijk altijd een verschilletje. Ja. Aan de andere kant is gewoon de vraag van, welk ecosysteem wil je? Wil je in de Apple-wereld stappen? Ja, goed, kijk, dan kies je voor de iPad Mini. Zeg van, ja, ik heb bijvoorbeeld een Android-telefoon. Nou ja, dan is het natuurlijk ook een hele logische keuze om naar een Android-tablet te gaan. Nou, laten we maar ophouden dat het goed is dat er wat te kiezen valt. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Woensdag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. 3.0 poorten en daarnaast ook nog eens 4 USB 2.0 poorten. Een optische audio-uitgang voor versterker die via SPD werkt. En ook nog analoge audio-aansluitingen.